Welkom in de Belgische Ardennen. We zijn najaar en de dagen worden stilaan korter. Reeds vroeg in de ochtend zijn ze actief. Everzwijnen en edelherten. En vooral in gebieden met veel menselijke activiteiten. Ze worden liever niet gestoord. Voor deze bok wordt dit wellicht een van de meest interessante periodes uit zijn leven. In september-oktober zijn sommige hindes loops. Bronstige mannetjes ruiken dit en worden wild van enthousiasme. Hij staat te pronken met zijn imposant gewei, dat nu op zijn mooist is, maar later in het voorjaar zal afsterven. Er hangt iets in de lucht. Het burlen van de herten is begonnen. Bronstige mannetjes loeien luidkeels door het bos. Ze moeten zorgen voor het nageslacht. Ze maken zelfs geen tijd meer vrij om te eten. Ze zullen de volgende 2 maanden zelfs aan gewicht verliezen. Ook laat hij een urinespoor achter. Dit zal dienen om zijn gebied af te bakenen en om vrouwtjes te lokken. Ze leven in roedels en 's ochtends trekken ze meestal naar de graslanden om daar te kunnen grazen. Kalveren en eenjarige herten blijven bij hun moeder. Zo worden ze stilaan volwassen. Maar deze ochtendstond heeft nog veel meer te bieden. Boomklevers lopen op en af de stam, zoekende achter insecten. Op de begane grond is het inmiddels ook druk geworden. Wilde varkens hebben steeds honger. Ze vreten gras, kastanjes, eikels, slakken, kortom alles wat eetbaar is. Ondertussen hebben ze hun wintervacht al gemaakt. Een borstelachtige huid waar de mensen zelfs verfborstels van maken. Ze leven in groepen die rotten worden genoemd. Jongen blijven bij de moeder tot ze bijna 2 jaar oud zijn. Vaak gebeurt het dat ze al opnieuw drachtig zijn, nog vooraleer hun kleintjes uitgezworven zijn. Ze hebben een kort stevig achterlijf en zijn neus eindigt in een vroedschijf. En dit kun je letterlijk nemen. Vaak vroeten ze met hun neus in de bodem. Ze kunnen zo goed ruiken dat ze zelfs worden ingezet om truffels te zoeken. We keren terug van de Ardennen naar Vlaanderen. Vossen op zoek naar eten leggen dagelijks vele kilometers af. En vooral 's nachts dan, want het is een nachtdier. En fazanten dan weer leven overdag. De Vlaamse natuur is vooral rijk aan vele vogelsoorten. De meeste vogels doen het steeds beter de laatste tijd. Hier leeft de kleinste vogelsoort van Vlaanderen, het goudhaantje. Gemiddeld weegt het 5 à 6 gram. Het is steeds in beweging en zeer rusteloos, net zoals het winterkoninkje. Ook roodborstjes zijn vaste bewoners in onze contreien. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een opvallend bruine rode tot oranje keel. Hij waagt zich dicht bij huizen en ook in parken en bossen. Ze hebben zich goed aangepast aan de mens en zijn helemaal niet schuw. Merels kom je vrijwel ook overal tegen. Mannetjes zijn gewoonlijk zwart, terwijl het vrouwtje en de jongen gecamoufleerd zijn. Het zijn alleseters, maar in het najaar lusten ze vooral bessen van duindoren en kardinaalsmuts. Deze vruchten zijn nu overrijp en komen voor in veelvoud. Bovendien zitten ze vol met suikers. Na het eten stoten ze soms braakballen uit met daarin onverteerde zaden. Zo heeft deze vogel een aandeel in het verspreiden van planten.
Na de lange droge zomer is de regen meer dan welkom. Alle beken zijn uitgedroogd en het grondwater is flink gezakt. Vaak verscholen tussen de ruige natuur zien we graspiepers. Ze voelen zich op hun best in deze zanderige bodem en ze kunnen zich naar hartelust verbergen tussen de struiken. De buizerd is de meest verspreide roofvogel van Europa. Hij houdt vooral van bossige streken met open plekken. Vanop een paaltje of een lage boomtak zit hij op de uitkijk. Zijn hoofdmenu bestaat uit muizen. Eveneens, een jong zoogdier zoals een klein konijntje of een mol lust hij ook wel. Dit sperwervrouwtje daarentegen heeft het meer gemunt op kleine zangvogels en duiven, andere prooien dus. Ook eekhoorntjes voelen de dagen korter en kouder worden. Overal begraaft hij kastanjes, de ganse dag door is hij actief bezig met hamsteren. Na enige tijd heeft hij zoveel kastanjes begraven dat hij niet meer weet waar ze liggen. Gegarandeerd krijgen we de volgende lente nieuwe boomscheuten. En zo vergroot hij het bos, zonder het zelf te beseffen. En hij zelf zal zeker niet zonder eten vallen. Meer en meer doet de herfst zijn intrede. In snel tempo komen er dan ook paddenstoelen in allerlei vormen en kleuren tevoorschijn. Soms kunnen ze indrukwekkende en grillige vormen aannemen. Spreeuwen hokken samen. Ze zijn met zoveel dat de lucht er zwart van ziet. Weldra trekken deze vogels zuidwaarts. Terwijl ganzen uit het hoge noorden hier bij ons komen overwinteren. Ze strijken neer in grote getallen en doen zich te goed aan het gras van de weilanden. Ze zijn met zoveel dat sommige mensen het zelfs een plaag beginnen te vinden. Aan knaagdieren is er hier geen gebrek. Veldmuizen bijvoorbeeld zijn een vrij veel voorkomende soort. Hij behoort niet tot de huismuis, maar tot de woelmuizen. Ze zijn vooral 's nachts en in de schemering actief, met afwisselende rustpauzes van 3 uur. Zijn nest maakt hij meestal ondergronds, in een zelfgegraven gangenstelsel. Meestal leven ze alleen en hebben hun territorium. In hun gangen hebben ze ook kamers waar ze voedsel opslaan. Maar hij heeft een probleem. De laatste tijd heeft het nogal veel geregend. Het grondwater begint te stijgen en zijn ondergrondse gangen beginnen er stilaan nogal nat gaan bij te liggen. Hij zal dus noodgedwongen hogerop moeten gaan leven. Dit alles maakt hem wel veel kwetsbaarder. Tussen deze oude boomstammen heeft hij bescherming gevonden, want hij heeft enorm veel vijanden. Een van de vele vijanden van de veldmuis is de velduil. De laatste tijd zijn ze eerder zeldzaam. Ze houden van stille en rustige gebieden, waar ze onverstoord kunnen jagen en broeden. Dit uitgestrekte gebied, met sinds de middeleeuwen in gebruik genomen polders, is een wijds open landschap met vele graslanden en weiden. Velduilen worden vaak overdag gezien. Ze zitten regelmatig op de grond. Het aantal broedparen hangt sterk af van de veldmuizenpopulatie. Laag vliegt hij boven de graslanden. Elke beweging van een muisje wordt dadelijk opgemerkt. Roofvogels houden vooral van kort gras. Hier hebben muizen minder kans om zich te verbergen.
nesten bouwen ze op de grond. Natuurbescherming en boeren hebben hier mooi samengewerkt en het maaien van het hooi uitgesteld tot deze vogels waren uitgevlogen. Want ze nestelen precies op deze hooilanden. Anders had de maaimachine alle nesten vernietigd. Let ook even op zijn camouflagekleuren. Je ziet hem bijna niet zitten. Tussen de ruige rietstengels zit er ook nog een bruine kiekendief verscholen. De veldtuilen stellen zijn aanwezigheid niet op prijs en proberen hem weg te jagen door in de lucht enkele schijnaanvallen uit te voeren. Dit is duidelijk hun territorium. Van de open weilanden gaan we naar het bos, want daar precies zitten veel gaaien. Vooral in de winter dan, want in de zomer en in het broedseizoen is hij juist opvallend stil. In het bos zijn zij het die indringers alarmeren. Vele dieren reageren op hun alarmroep en verbergen zich. Gaaien zijn bekend om hun opvallend zwart-blauw gestreepte tekening op hun vleugels en een mooie zwarte baardstreep. Het mannetje en het vrouwtje zien er precies hetzelfde uit. Dat is bij de meeste andere vogels niet zo. Meestal heeft het mannetje mooiere veren. Vooral in de winter is hij een alleseter. Hier zijn geen eikels te vinden. Nog wat vaste gasten in Vlaanderen en ver daarbuiten zijn mezen. Ze houden zich graag schuil in parken en bossen. We onthouden vooral de pimpelmees en de koolmees. Deze twee soorten zijn duidelijk te onderscheiden. De pimpelmees heeft een blauw kopje en de koolmees een zwart kopje. Ze zijn helemaal niet schuw van mensen. In 2019 werd er plots melding gemaakt van grote mezensterfte. Mezen met jongen eten veel rupsen. Sproeistoffen tegen de buxusmotbestrijding zou de oorzaak zijn. Onderzoek wees echter uit dat in één enkel geval dierengeneesmiddelen tegen vlooien en teken bij honden en katten tot sterfte kunnen leiden. Want net deze vogels gebruiken honden- en kattenharen om hun nesten te bekleden. Een unieke natuurbeleving is het zien van de grote bonte specht. Hij heeft twee stevige poten met twee tenen voorwaarts en twee achterwaarts, waar hij tijdens het beklimmen van boomstammen op steunt. Ook de witte borst en het zwarte kopje zijn herkenningspunten. Mannetjes hebben bovendien ook nog een rode vlek op het hoofd. Het lijkt wel een echte acrobaat in de bomen. Hij tokkelt er vrolijk op los met zijn puntige snavel. Zomers zijn het vooral insecten, larven en kevers die hij vangt. In de winter echter schakelt hij gedeeltelijk over op zaden en planten. Hij verraadt meestal zijn aanwezigheid door zijn luide roep.
Langzaamaan sluipt de winter binnen. Stormen, vriesweer en sneeuw. Dit wordt allicht de moeilijkste periode voor de dieren om te overleven. Bedankt om te kijken.